backpacker. Je kunt netjes met een trappetje naar boven toe, dan verschijn je vanzelf bij de drie. Dan staan daar dames. Dan hadden wij op een tweede plaats de Rocket Science en op een eerste plaats de Bandits. Nou, de mannen gaan naar boven toe. We gaan naar boven. Ja, het is niet anders, Henk. Je moet naar boven. Kijk eens, en dan voor het hele mooie gebeuren. Kijk eens, er komt Henk inderdaad al aan en daar zien wij, als het goed is, ook verschijnen. Jack Steinen, heel punten behalve de bakker. Het zijn er 6 stuks. Kijk eens, en dan gaan wij inderdaad voor de bekers, de bloemen en alles wat erbij hoort, de missen, inderdaad. Gaan erbij opstaan voor de foto's voor het nageslacht. Kijk eens wat een vol podium natuurlijk. De Nederlands kampioen staat daar heel mooi op de eerste plaats. Henk Kozijn en de rest van de mannen. We hebben nog steeds de National Pro Stocks waar ik nog kippenvel van krijg. Ja. Nee, precies. Het was gewoon het nadeel dat daar binnen 24 uur een dag voor de wedstrijd 70 mm water naar beneden kwam denderen. Ja, en dan hou je daar niks meer aan. En dan mag je blij zijn dat je nog wat kunt doen. Maar goed, wij gaan weer over naar de Netfruiter. Waar zitten ze? Ik hoor jullie niet, we zijn die aanfruiters. Kijk eens even. Oké, wij gaan kijken wat ik ga doen. Mooi stukje muziek erachter. En dan daarna met Mark Bouwman als altijd. Ja, dan maakt ze een messie. Ja, binnen de 20 meter. En hier de thuisrijder, Arco. Mark Bouwman gaat er voor een lekker mensen uitmaken. Hier een maximum messie. Hier in ieder geval met een zwevende bal ter keur een beetje naar de voetbal. Voetbal 3. Vertel mij nu even de afstelling van de sleepwagen, de bak. De ballastbak is voor om de pijler terug. En daarmee blijft in ieder geval Red Devil een ronde. Want als juist leven en aangeven, de koppelingen zeggen op. Dat hebben we gezien in de laatste meters. Maar voorlopig tellen we de afstanden. Maar gaat dan deze en weg. Daar de route er even gooien. Met deze V8. Messi V8. Wat natuurlijk altijd nauw verweven is aan het Baco evenement. En gaan we hier kijken naar de Tour de gelimiteerde versie. Oftewel Mark Bouwman. En dat is dan net één brug te ver. Het betekent dat we daarmee in ieder geval eervol aansluiten op voorlopige plaats nummer 3 met nog 1 te gaan alvorens we gaan trucken.